Zo zijn wij. Ja, er was een groep scouts, meisjes of Giro, ik weet het eigenlijk niet goed. Ja, die begonnen hun rokken te gooien en al voor een handtekening. Ik vond dat wel extreem. Die stonden er in hun ondergoed. Dat is niet waar. Meen het. Ja. Ja. Die gooiden dat gewoon en je kon dat niet ontwijken. Nee, dat heb ik niet gezien. Ik wou de mensen niet met mij bezig. Weinig. Ik denk dat er geen ene nuchtere mens op dat plein staat. Nee. Daar moeten we eerlijk in zijn. Hè? Nooit, anders zouden ze ook niet naar ons komen zien. Ja, voilà, het is dat. Zeg, menige dan, is dat nou uw tas waar je mee... Allee, Victor, dat gaat toch niet voor een artiest? Een artiest? Jij bent eigenlijk een artiest, ja, van het zevende knoopschat. Hè? Je hebt wel een tourmanager, maar je hebt ook geen deftige valies, eigenlijk. Nee, omdat... Je gaat op tour met een plastic zak. Ik heb ook een schoon tas. Ja, ah ja. Maar die pak ik niet mee. Waarom? Je weet nooit waar je terechtkomt. Zoals? Soms kom je op plaats terecht, al kun je een zak nergens zetten. Zet hem maar op het podium. En voordat je het weet, is die weg. Ik neem dat risico niet in zo'n zak van het warenhuis. Dat wil niemand, hè. Ja, dat kun je alles zeggen, hè. Ja. Oh, ik kan niet meer zitten in mijn zetels, want je weet nooit wat er gebeurt. Ja. Ja, maar ja, dat is toch waar? En dan op een gegeven moment een plastic zak. Dat is precies de zwaar dat naartoe komt. Mochten we een noodlanding moeten maken? Ik vind het belangrijk. Ja, ja, mochten we een noodlanding moeten maken, hoe ga je dat horen? Dat is kapitein zegt, kapitein zegt, evacuate. We moeten dan gebeuren. Die aan het venster zit, die rode hendel naar je toe en naar beneden. Dan op de vleugel gaan staan, handreiken naar de mensen. En jullie twee zorgen ervoor dat er een goede flow is van de passagiers, dat er niet gedrukt wordt en dat die nood heeft. Ja. Ik was verantwoordelijk voor de evacuatie. Allee. Als die zou moeten gebeuren, dan was dat mijn verantwoordelijkheid. Oh ja. En dan moest ik dus de deur met een klep en dan de deur open. En dan moest ik van op de vleugel de mensen begeleiden naar buiten. Zeg, wel spannend, hè? Nee. Marie, wij moeten doen... Evacuate. Als ik dat door. Klep. En wij moeten de mensen begeleiden en alles. Nee, Marie moet op de vleugels gaan staan. Marie aan het vliegen zijn. Ik zit naast niemand liever dan als jou dan. Ah. Ik weet dat jij dat heel goed Ik heb dat heel serieus genomen. Hè? Dat weet ik. Ik heb ook even alles gelezen en zo. En dan moest ik op de vleugel gaan staan en iedereen naar buiten begeleiden. Ah. De vooruit is een beetje vuil, hè? Wat? Welke vooruit? Zie je dat? Dat als het licht erop valt. Dat hè, Marie. Victor heeft toch een broek aan op. Ik ga er niet op in. Of is hem zo vuil dat je trikt? Ik vind dat allemaal nogal indiscreet. Hè. Zeg. Zeg dat dan tegen de Victor pakt hem even apart. Wel eerlijk. Ik heb wel een los onderbroek aan. Misschien dat dat er komt. Ik heb nu heel goede onderbroek. Ja. Ja. Dus aanspannende, met lange pijpen. En dat midden is los. Ik ga er niet aan uit. Ik probeer het met te visualiseren. Ja, losse boxershorts, ja. Die echt volledig los zitten. Maar ja, dat heb ik een tijd gedragen, maar dat zit niet goed. Ja. Dan zwiebert hem helemaal. Dat is niks. Want deze is vast. Zo, ja. Eigenlijk alles goed vast. Maar het middenstuk zit los. Ja, maar dan heeft dat toch, dan kan hem toch nog zwiepen. Ja, een beetje. Maar dat kan niet uit de pijpen vallen. Nee.